In de laatste aflevering van de podcastserie Arubaanse Roots, het verborgen slavernijverleden, bespreken we de excuses en wat het betekent voor verschillende groepen in de Arubaanse maatschappij. Maak ik vandaag deze excuses zelf. Ik heb de cultuurminister gesproken, die was een beetje verrast, toch wel, over de excuses van de koning. Ik denk dat ze het niet had verwacht. Wat maakt het dan eigenlijk nog verrassend en ook bijzonder dat nu de koning het dan zei? Ik denk dat het opmerkelijk is dat hij niet alleen zijn excuses aanbood, maar ook om vergiffenis vroeg. Ik heb mij jarenlang, sinds ik in 2004 hier kwam wonen, heb ik mij afgevraagd waarom er geen beelden zijn, geen verhalen zijn over slavernij op Aruba. En ook ik heb toen dus eigenlijk het narratief geaccepteerd dat Aruba alleen een Indianenverleden kende. Dat is in de afgelopen jaren wel veranderd, hè, vanwege alle informatie die steeds meer beschikbaar kwam als je netwerk groter wordt. Ja, wat mij betreft zijn de excuses gewoon een soort oplichterij. En ik geloof er niet echt in. Ik denk dat het gewoon om een soort marketing is voor het koningshuis en waarschijnlijk ook voor de regering. Om echt een goede indruk te maken in het buitenland. Dat Nederland zijn excuses, zijn spijtbetuiging geeft over de rol van de West-Indische Compagnie in het slavernijverleden. Ook gaan we dieper in op de bredere context van dit onderwerp met socioloog en antropoloog Francio Guadalupe. Een instituut die meedeed in die tijd was de Nederlandse staat. De Nederlandse staat heeft meegedaan aan het ronselen en het onderdrukken en soms het vermoorden van mensen. Het uitbuiten van mensen. En hoe moet Aruba verder?